Ruim 100 skaters kwamen afgelopen zondag samen op de skatebaan aan de Verlangstraat in Leeuwarden. Daar werd voor het eerst het evenement Rollenbollen gehouden. Longboarders, skateboarders en skaters uit het hele land konden laten zien wat zij in hun mars hebben tijdens verschillende wedstrijden. Plezier, saamhorigheid en leren van elkaar stonden hierbij voorop. Unieke dag eigenlijk, want we hebben vandaag longboarders en skateboarders die samenkomen op één evenement. En dat is best wel bijzonder, omdat het niet vaak gebeurt. En er wordt gewoon geskate, wedstrijden, free skating. Er worden enkele slacklines opgehangen en daar kun je van alles op proberen doen. En natuurlijk een barbecue. Wat wij hier doen op Rollenbollen, wij zijn hier met wat slacklines gekomen. Slackline is een sport waarbij je een spanband opspant tussen twee bomen. Dat kan een wat dikkere of een wat dunnere spanband zijn. En daar kan je dan overheen lopen. Daar kan je allerlei trucjes op doen. Je kan erop springen, je kan er leuke houdingen op aannemen. We hebben ook een hele lange lijn hier achter op een veldje. We hebben nu eentje van 50 meter, straks misschien ook een van 80. En die kunnen mensen ook proberen als ze dat willen. Is wel voor iets meer gevorderd. Wat wij hier op dit evenement vooral willen doen, is mensen die het slacklinen nog niet kennen, daarmee toe in aanraking brengen. Dat ze op een wat lager niveau kunnen zien wat we doen, het zelf kunnen proberen, dat we ze daarin kunnen begeleiden. En hopelijk mensen enthousiast maken om ook zelf meer te gaan slacklinen. Het is super mooi weer en dat is voor dit soort dingen gewoon ideaal. Want in de regen gaat skaten gewoon iets minder chill dan in de zon. De opkomst is echt geweldig. Er zijn mensen uit Eindhoven, Zwolle, dat weet ik dan van de longboarders. Skateboarders volgens mij ook overal uit het land. We hebben een paar Duitsers volgens mij, Fransen. Dus de bedoeling was om iets kleins te organiseren en het wordt toch best wel heel erg groot. Maar wel heel erg leuk. De sfeer hier is heerlijk. Ja, het is prachtig weer. De temperatuur is goed. Er zijn veel mensen, meer dan ik zelf had verwacht. Ik wist niet heel goed wat ik moest verwachten. Ik kom ook niet hier uit Leeuwarden. We zijn uit Groningen hier naartoe gekomen. Maar in de trein hier naartoe hadden we meteen een groep longboarders erbij zitten. Was het helemaal gezellig. Hier gezellig naartoe gelopen met z'n allen. En het is mooi. Omdat Leeuwarden culturele hoofdstad is in 2018. En daar is het idee ontstaan om een nieuw skatepark te realiseren hier. Het heeft zijn functie en dat doet het ook wel, maar het is niet een heel ideaal skatepark. Dus met dat idee is bedacht van we willen in Leeuwarden iets organiseren hier op de skatebaan, zodat we kunnen laten zien van er is animo voor. Hè? Mensen willen helemaal naar Leeuwarden komen en ook in 2018 natuurlijk. Dan moeten er wel goede voorzieningen zijn. Dus daarom Leeuwarden. En Leeuwarden is natuurlijk gewoon fucking vet. Yeah.